beste kijkers. Wij zijn op bezoek bij de directeur van de Wegenautoriteit Suriname, mevrouw Graciella Josefzoon. En we gaan met haar even praten over alles wat de Wegenautoriteit in principe doet en zal doen. Directeur, zou ik moeten begrijpen als we horen Wegenautoriteit Suriname? Wat is namelijk Wegenautoriteit Suriname? Waarmee houdt deze instantie zich bezig? Wegenautoriteit is een instantie, een autoriteit die zich bezighoudt met het onderhouden en beheer van de primaire wegen. Dus de bermen op de primaire wegen en alle oeververbindingen in die wegen. Goed, u zit er al enkele maanden. Wat zijn uw bevindingen allemaal tot nu toe? Over het bedrijf, over Wegenautoriteit. Kijk, Wegenautoriteit is, zou ik kunnen zeggen, onmisbaar binnen de samenleving. Omdat het een bedrijf is dat al langer dan 17 jaar opereert. En het is belangrijk dat de primaire wegen speciale aandacht krijgen. Dit doet Wegenautoriteit door eigenlijk de weg, die primaire wegen, om het heel simpel te zeggen, gevaarvrij te maken. Dus door de bermen op tijd te onderhouden, erop te letten dat er geen gaten zijn in de wegen, dat er geen situatie ontstaat waarbij de weggebruikers gevaar zouden kunnen oplopen. Directeur, kunt u ons vertellen hoe het landelijke schoonmaakproject eruit ziet? Op dit moment zijn we al bezig, landelijk. Let wel op alle districten waar er wegen zijn die onder Wegenautoriteit vallen, zijn we bezig met het schoonmaken en onderhouden van de bermen. Nikeri, Koroni, Saramaka, Wanika, Paramaribo, Komowene en Brokopondo, gedeeltelijk Sipaliwini, zijn we vorige week gestart met het opschonen van de bermen. En vandaag moeten alle werkzaamheden opgeleverd worden. Natuurlijk zijn niet alle aannemers op tijd, maar we kijken ernaar uit om komende week al klaar te zijn met alle bermen, landelijk. Ja. Als u even terugkijkt in dit jaar, zeg maar, 2018, in de afgelopen periode, wat zegt u? Zijn er uitdagingen geweest voor u? Ja, natuurlijk zijn er uitdagingen, vooral in deze functie. Ik heb rechten gestudeerd. Ik ben dus van huis uit jurist en ik moet leiding geven aan een technisch bedrijf. Maar natuurlijk zijn de leiderschapkwaliteiten belangrijk om een bedrijf te draaien. En dat heb ik mogen toepassen hier binnen het bedrijf. En ik zie dat het aardig lukt. En het technische heb ik al helemaal onder de knie. Als we zo kijken, hè, dan zeg je Wegenautoriteit Suriname. Dan hoor je het woord wegen. Denk je ook een beetje aan het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hoe is de samenwerking met dat ministerie en de rest van de actoren geweest tot nu toe? We hebben een hele goede samenwerking in de zin van dat we over en weer communiceren met elkaar. Er zijn, kijk, alvorens die wegen onder Wegenautoriteit vallen, waren ze in de boezem van het ministerie van Openbare Werken. Maar dit ministerie is het ministerie dat eigenlijk de wegen overdraagt aan Wegenautoriteit en de status geeft van primaire weg. Behalve dat, wanneer er ook activiteiten worden uitgevoerd op de wegen die onder Wegenautoriteit vallen, worden er vergunningen ingediend bij het ministerie. En het ministerie vraagt dan advies aan de Wegenautoriteit. En met een goede samenwerking dan wikkelen we deze zaken dan af. Ja. Dus er is een goede samenwerking. En behalve met het ministerie hebben we getracht om ook met alle DC's samen te werken. Want alle districten hebben een districtscommissaris die de leiding heeft. Wegenautoriteit Suriname,
We horen al een tijdje, zeg maar een paar jaar, veel meer over deze organisatie. Hoe groot is deze organisatie? Hoeveel mensen werken ernaar? Op dit moment, inclusief de directeur, zijn er 32 personeelsleden. En deze 32 personeelsleden zorgen ervoor dat de wegen in heel Suriname, zeg maar, goed eruit zien? Ze verrichten een heel prachtig en goed werk door eigenlijk samen te werken zodat wij goed onderhouden wegen hebben. Ja, ja. Hoe ziet de planning eruit van Wegenautoriteit Suriname? De komende jaren zullen we zeker erop letten dat de werkzaamheden geoptimaliseerd worden. Zodat er eigenlijk een beetje veilige situatie is op de wegen. Vooral als we kijken naar wegen als bijvoorbeeld de Oost-West-verbinding en de Afobakkaweg. Als het gras heel hoog is op de berm of als er gaten zijn, dan vormen deze zeker een gevaar. Vanwege het feit dat de snelheid op die wegen heel hoog is, proberen we dus een veilige situatie te creëren voor de weggebruikers. Als we zo kijken in en rond Paramaribo, dan zien we dat de straten in principe overvol zijn. Hè? Dat het verkeer heel erg druk is, er ontstaan ook files. Ik snap dat dat een aangelegenheid is van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Maar denkt de Wegenautoriteit Suriname ook eraan om een oplossing in dat probleem te brengen? Dat er toch een oplossing komt in de drukte en of er meer wegen aangelegd kunnen worden? Kijk, ik zou niet gelijk willen zeggen dat het niet een aangelegenheid is van de Wegenautoriteit. Want natuurlijk staat de Wegenautoriteit eigenlijk ook voor het adviseren van de regering. We hebben in ons jaarprogramma van het komend jaar ook gepland om te gaan kijken waar nodig om het ministerie te adviseren. Vooral wanneer het gaat, misschien niet wanneer het gaat om het aanleggen van wegen, want zover zijn we nog niet, om de regering daar omtrent te adviseren. Maar wanneer het gaat om wegen die misschien nog niet onder wegenautoriteit vallen en waarvan wij weten dat de onderhoud daar nodig is, dan willen we het ministerie wel van advies dienen om eigenlijk meer wegen over te dagen aan Wegenautoriteit, zodat we het samen kunnen onderhouden en beheren. U krijgt vanaf 2019 wat meer inkomsten binnen door de rij- en voertuigenbelasting. Wat denkt de Wegenautoriteit Suriname daarmee te willen doen? Zo, net als wat ik eerder aangaf, wij onderhouden en beheren. En we zullen dus met de meer inkomsten die wij zullen verdienen, zullen wij dus de werkzaamheden optimaliseren, zodat de veiligheid van weggebruikers gegarandeerd is. Ja, en plannen en uitdagingen en wat zijn eigenlijk de initiatieven voor het nieuwe jaar 2019? Voor het jaar 2019 plannen wij, en ook de jaren daarvoor, plannen wij om het bedrijf uit te breiden natuurlijk met meer technisch personeel. En ik moet ook gelijk erbij vermelden dat we het komend jaar ook het bedrijf zullen reorganiseren. We hebben wel de juiste mensen, maar we moeten gaan kijken als we de juiste mensen op de juiste plek hebben. Denkt de Wegenautoriteit Suriname misschien ook aan meer personeel werven? Omdat ik vind van zo'n grote organisatie met maar 32 personeelsleden, het kan best zijn dat er wellicht een verbetering kan komen in de werkzaamheden en de kwaliteit van de werkzaamheden van de Wegenautoriteit Suriname. Wanneer er
meer personeelsleden, zeg maar, bezig zijn het werk te doen voor Suriname? Zeker, zeker denken wij aan de uitbreiding met meer personeelsleden, meer technisch personeel. Omdat we op dit moment heel weinig controleurs hebben. En we hebben in ons beheer ongeveer een 860 kilometer aan wegen. En u begrijpt het, met 2, 3 controleurs heb je het niet gehaald. Dus wat het mooiste is van dit bedrijf, iedereen gaat op straat. Iedereen doet controlewerkzaamheden. De hoofden van de afdelingen gaan ook op het veld wanneer er controlewerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Dus we denken sowieso aan meer controleurs aantrekken met een technisch achtergrond. Heeft u tenslotte een speciale boodschap voor onze kijkers die dagelijks gebruik maken van onze wegen? Waarop ze moeten letten en hoe zij zich moeten of dienen te gedragen? Zeker. Kijk, wij hebben hier binnen het bedrijf een luisterend oor, vooral voor de gemeenschap. En meer omdat het de gemeenschap is eigenlijk die betaalt voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden door wegenautoriteit of door aannemers. Wat ik aan de gemeenschap wil vragen is, wanneer ze hebben opgemerkt, en dan praat ik niet alleen over de primaire wegen, hoor, over alle wegen in Suriname. Wanneer er bijvoorbeeld wegmeubilair worden aangereden en u merkt het op, geef het door, we hebben een secretariaat, er kan gebeld worden naar binnen. Geef het door aan het ministerie van Openbare Werken of geef het door aan uw districtscommissaris of de districtscommissaris in die buurt. En ja, zo kunnen we voorkomen dat we onnodige kosten maken. Omdat het, hoe je draait of keert, de overheid betaalt voor alles. Voor alle schade op alle wegen in Suriname. En als we niet weten wie een schade heeft veroorzaakt of verricht, dan Kunnen we de schade niet verhalen op die persoon. Maar als we het weten, dan is het makkelijker voor ons om de persoon te benaderen. Ja. En de persoon verantwoordelijk te stellen daarvoor. U heeft een heel mooi ding aangehaald, dat er gebeld kan worden. Is het de bedoeling dat de gemeenschap, zeg maar de weggebruikers, indien er wat opvalt, indien zij vinden van er zit iets niet goed in het verkeer of op de weg, dat ze rechtstreeks kunnen bellen naar de wegenautoriteit Suriname? Of moet dat via gaan gebeuren, via een districtscommissariaat of zo? Ze kunnen het rechtstreeks doorgeven aan wegenautoriteit, wat eigenlijk ook al gebeurt. Maar om de hele gemeenschap daar te krijgen om het te doen, moeten we natuurlijk gaan kijken hoe we die campagne, die we bewustwordingcampagne kunnen uitvoeren. Om de gemeenschap op het hart te drukken. Om alles wat ze opmerken op de wegen van Suriname, dat ze het doorgeven. En het ministerie van Openbare Werken heeft een speciale afdeling waar de gemeenschap kan gaan om een klacht te deponeren. Ze kunnen hun klacht ook daar deponeren. Of de informatie daar doorgeven. En we krijgen het wel omdat die afdeling alle informatie doorspeelt die betrekking hebben op de wegenautoriteit. Okay. Als laatste wilde ik toch even vragen. In hoeverre bestaat er een mogelijkheid dat er toegang is tot het krijgen van contact met de directeur van de wegenautoriteit Suriname. Als we praten over de gemeenschap, het volk van Suriname, die zegt van nee, ik ben al moe van bellen hier naar daar en ik krijg maar geen medewerking. Ik wil toch rechtstreeks contact krijgen met de instantie en met name de directeur. Is dat mogelijk? Het is mogelijk. Deze directeur heeft geen privé-nummer, omdat ik de gemeenschap dien. Iedereen belt al naar mijn mobielnummer, maar natuurlijk kunnen ze ook bellen naar het bedrijf en ze worden doorgezet. Ik sta de gemeenschap graag te woord. Een van mijn grootste uitdagingen is dat ik de eerste vrouwelijke directeur ben van de wegenautoriteit. En met trots wil ik gelijk bij vermelden
dat mevrouw Adeline Weinerman ook de eerste vrouwelijke prescom, dus president-commissaris is bij de Wegenautoriteit. Directeur, mag ik u bedanken voor uw tijd, voor het gesprek. Dankjewel en succes. Graag gedaan. Beste kijkers, zo heeft u kunnen kijken en luisteren naar een gesprek met de directeur van de Wegenautoriteit Suriname, mevrouw Graciella Jozefzoon. Bedankt voor uw tijd en tot een volgende keer. Goeiedag.